Mijn naam is Gijs Bodenstaf, een van de online video professionals. En in deze video ga ik jou laten zien hoe je heel eenvoudig je zakelijke YouTube kanaal kunt inrichten volgens de richtlijnen van YouTube. Eerst rechtsbovenin naar de icoon. Dan zie je Henk de Vries als je persoonlijke YouTube kanaal en Sales Coach International. Dat is je zakelijke YouTube kanaal. Dus daar klikken we op. Wijzigt die even naar je zakelijke YouTube-kanaal. Je klikt nogmaals op de icoon. En dan klik je op het tandwieltje YouTube-instellingen. Vervolgens klik je op geavanceerd. En je kunt dan een aangepaste URL aan je YouTube-kanaal hangen. Hiervoor zijn wel een aantal vereisten. Klik op meer informatie om deze vereisten te zien. En dan zie je... Je hebt minimaal 500 of meer abonnees nodig. Nou, dat kost wel even tijd voordat je dat hebt. Je kanaal moet tenminste 30 dagen oud zijn. Dat is een kwestie van tijd. Even wachten. Maar je kanaal moet ook een foto hebben geüpload en een banner hebben geüpload. Dus deze twee dingen die kunnen we wel doen. En dat gaan we nu gelijk ook even doen. We klikken nogmaals op de icoon. Je klikt op wijzigen. Dan word je doorverwezen naar je zakelijke Google Plus pagina. En dan kan je hier een logo plaatsen, want we hebben het over een zakelijk YouTube kanaal. Daar klikken we op. Dan halen we even een foto van mijn computer af. Je kunt hem nog even bijsnijden. Hij is een beetje te groot, maar het is even een voorbeeld. En dan zie je dat je logo is geüpload. We dienen dan nog de omslagfoto even te wijzigen. Die uploaden we ook even. Je selecteert hem en je bannerafbeelding is geüpload. Maar we moeten ook nog even op YouTube zelf. We gaan vervolgens nogmaals naar het icoon. We klikken op Create a Studio. Dan klikken we op Kanaal weergeven, dat is je YouTube kanaal. Dan klikken we op Bannerafbeelding toevoegen. Nogmaals. Wat belangrijk is als je je YouTube banner uploadt, is dat die wel aan een vast formaat minimaal dient te voldoen. En dat is 25x60x14x40 pixels. Nou, we klikken. En eigenlijk op dit moment is dus nu je zakelijke YouTube account volgens de richtlijnen van YouTube ingericht. Maar er is nog een laatste stap en dat is je YouTube kanaal gaan optimaliseren. En dat laat ik zien in de volgende video. Heb jij na het bekijken van deze video nog steeds een vraag over hoe je je zakelijke YouTube kanaal kunt inrichten volgens de richtlijnen van YouTube? Stel je vraag even hieronder en ik ga direct jouw vraag beantwoorden. Vond je deze video nuttig? Geef ons even een like en abonneer je op dit kanaal. Ik wil jou bedanken voor het kijken en ik zie jou terug bij de volgende video. Bekijk gelijk een van mijn andere video's, bijvoorbeeld het vorige deel. Een zakelijk YouTube kanaal aanmaken of het volgende deel een zakelijk YouTube kanaal optimaliseren of het volgende deel een YouTube video uploaden.